Catlick binnen van de morgen de laatste tarjedings van het Nederlandse team. Met help van topkok Johnny Boer van de Libreien in Zwolle willen de Malië Novaasje in Stockholm hege eigen gooien. Dat maakt barren met griochten met verrassende ingrediënten. We gaan met tulpenbol werken en allemaal, we hebben bijzondere takjes, bijzondere groentetjes wat de rest van de wereld, nou durf ik wat te zeggen, niet heeft. Ja, we nemen wel risico's. En sowieso om te winnen moest risico's nemen natuurlijk. En we proberen gewoon iets nice deel te zetten wat nog nooit eerder vertoond is op de Bocuse d'Or. Dus zo proberen wij uw stempel te drukken op deze wedstrijd. Tongensdier wordt bekend Hokkerlam, Takkemier in het Franse Lyon in de eindstriëtstenen van de Bocuse d'Or. Van Cox is dat het heest helbere podium op culinair gebied. Beide Friezen baat het dan ook in om met haar team de finale te helien. Ja, er zijn natuurlijk dagen bij geweest dat ze er net al volle zin in hier is. Maar ik denk als we nou zorgen wat we daar zetten, dat we daar wel heel trots op mee zijn. En ik denk dat wij daar heel heeg mee kunnen eindigen. Dus daarom is het zeker waard geweest om elke snelheid te oefenen. We hadden het net onder voorbereiding line als we toch net trokken.